Zo, een koude douche na een dag hard werken. Dit was na een lange tocht door de jungle van Suriname. Met 40 kilo bepakking. Dat is onderdeel van de training die je als marinier krijgt. Kijk, dat het korps mariniers geen watjes zoekt, dat wist je waarschijnlijk al. Als marinier moet je tot het uiterste kunnen gaan. Daarom testen we je uitgebreid voordat je wordt toegelaten tot dit korps. Als je de opleiding in Nederland hebt volbracht, dan train je overal ter wereld. Soms zelfs in de meest extreme omstandigheden. Maar als je dan eenmaal goed getraind bent, dan weet je waarvoor je het doet. Om onderdeel uit te maken van een hecht team. Dat in elke situatie en overal ter wereld zijn mannetje staat. Dat kan bij min 20, maar ook bij plus 50 graden. En uiteindelijk is het altijd maar de vraag waar je wordt ingezet. Als getrainde marinier ben je in ieder geval overal op voorbereid.